Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aerts. Vandaag gaan we kijken hoe je in een rechthoek de diagonalen elkaar door midden snijden even lang zijn. Dus hier geven we een rechthoek met punten A, B en C met A, B, C en D met de coördinaten P0 op de x-as, 0C op de y-as en een punt T is P, C. Nu is dit een rechthoek, dat gaan we nu bewijzen. We merken dat de zijden evenwijdig zijn en ook staan lotrecht op elkaar. Ja. Het gaat nu over de diagonalen. We gaan eerst de diagonaal BC berekenen. Eerste diagonaal is PC. BC is deze recht hier, is dus de driehoek ervan, is dan min B gedeeld door C. Ja. C gedeeld door min B, sorry, is dus C min C gedeeld door B. De vergelijking van de rechten wordt dan, I, we pakken het punt C, I min C is dan min C gedeeld door B maal X. Oftewel, I is min CBX plus C. Dat is de eerste vergelijking. Ja, dus de vergelijking BC, ja, is dus I is min C BX plus C. Dat is daar verkeerd getekend, moet bij CB zijn, dat moeten we later aanpassen. Nu AD is de tweede vergelijking, tweede diagonaal. Richting front dan is dus C gedeeld door P. Ja, en dan krijg je een vergelijking. I is CB gedeeld door X. We gebruiken het punt 0, 0, dus CBX. Dus eventjes de pijl goed zetten. Dus de eerste vergelijking was CB. De tweede vergelijking is AD. Het I is CB gedeeld door X. Ja. Nu we gaan het snijpunt berekenen. Het snijpunt is M. Dus CBX is dus min CBX plus C. Ja, en dan krijg je dus als uitkomst dat 2CB gedeeld door X is C. Ja, dan krijg je X is B gedeeld door 2. Ja, als X B gedeeld door 2 is, wordt I C gedeeld door 2. Ja, dat betekent dus uw middelpunt, uw M, is dus B gedeeld door 2, C gedeeld door 2. En ja, dat punt hier, M, is dus B gedeeld door 2, C gedeeld door 2. We gaan nu bewijzen dat die M in het midden ligt van beide diagonalen. Dat betekent dat je, als je de eerste diagonaal neemt, afstand van A tot M moet afstand van D tot M. Dus die afstand van A tot M is, wordt door B gedeeld door 2 kwadraat plus C gedeeld door 2 kwadraat. Afstand van D tot M, het tweede gedeelte, ja, dan moet het wortel B min, of B gedeeld door min 2 B kwadraat plus C gedeeld door 2 min C kwadraat. Door 2 keer min B wordt plus B kwadraat en min C gedeeld door 2 kwadraat plus C kwadraat. Dus zijn elkaar gelijk. Voor CM en MD, dus die andere kant, eerst is wortel B gedeeld door 2 kwadraat plus C gedeeld door 2 min C kwadraat. Afstand van M tot B, dus de onderste. Dus nu krijg je B min B gedeeld door 2 kwadraat plus C gedeeld door 2. Je merkt opnieuw, je krijgt soms plus en min, wordt door de kwadraat weggewerkt. Je hebt twee keer dezelfde waarde. Ja, dus inderdaad, ze snijden elkaar door midden. Ze hebben rechthoek, de diagonalen snijden elkaar door midden, juist bewezen. Laatst van bewijzen, zijn de diagonalen even lang. Dat betekent, is de afstand van BC gelijk aan de afstand van AD. Afstand van B tot C is wortel B kwadraat plus C kwadraat. Afstand van AD is de wortel van B kwadraat plus C kwadraat. En dat is een even lang. Dus hebben we bewezen dus, binnen rechthoek, diagonalen. We stellen de vergelijking van die diagonalen op. Ja? U kunt dan M vinden, het snijpunt van die twee diagonalen. Dan blijkt dat die elkaar door midden snijden, dat ze even lang zijn. Okay. Dank u voor de aandacht en tot de volgende keer.